Jongeren willen nu meer fietsen, maar de veiligheid op de wegen is niet gegarandeerd. Dit komt naar voren uit een onderzoek over de verkeerssituatie in Suriname, gedaan door masterstudenten van de Universiteit van Antwerpen. Lars Vermeulen, een van de onderzoekers, geeft aan dat het resort Latour ook onderdeel is geweest van dit onderzoek. Om het bewustzijn van veiligheid in het verkeer te vergroten, is er vandaag een autoloze dag georganiseerd in het resort. Eigenlijk de grootste reden waarom mensen niet fietsen is toch de onveiligheid of omdat het te warm is. Dus naast fietsen hebben we ook gekeken naar een groen netwerk. Dus meer bomen, meer planten, meer schaduwplekken. Om eigenlijk het fietsen ook aangenamer te maken. En dan tegelijk hebben we ook gekeken naar water. Want er zijn overstromingsproblemen in Latour. Om die ook tegen te gaan. Want ja, als de straat vol water is, kan je ook niet fietsen. Dus het zijn vooral ook de kinderen die willen fietsen. Van school naar huis en zo. Zeker ook met de duurdere busprijzen. Willen steeds meer kinderen toch wel gaan fietsen. Of denken de ouders, ik koop een fiets in plaats van de buskaartjes te betalen. Dus het is al steeds meer nodig, denk ik. De derde auto. De autoloze dag die vandaag is gehouden stond in het teken van ruimtelijke ordening. De Latourweg is vandaag voor een gedeelte afgesloten voor het snelverkeer. Het doel was om jongeren van het resort in de gelegenheid te stellen om te bewegen en te recreëren. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft samen met de masterstudenten van de Universiteit van Antwerpen en de rangers van de Pater Anton Donisi groep deze activiteit georganiseerd. Volgens ranger Kelvin Konicki heeft deze autoloze dag een tweedelig karakter. Het is inderdaad tweedelig. Het gaat om de bewustwording. De bewustwording proberen we op gang te brengen door elke keer weer met activiteiten te komen. Hoe we de samenleving steeds erop kunnen wijzen van dat het ook anders kan in het verkeer. Maar uiteraard ook het verkeer, in dit geval wetenschap, want uit het onderzoek van de studenten zal er zeker een maatschappelijke relevantie erin zijn hoe verder te gaan met de resultaten die uit het zo'n onderzoek zullen komen. Om beleid te gaan maken, om steeds te gaan kijken naar veilig verkeer. Dus het is voor beide groepen, zowel voor zij die fit willen blijven en zij die willen bewegen, maar meer nog om richting beleid te gaan en ervoor te zorgen dat we steeds weer vorderingen en veranderingen krijgen in het verkeer. De verkeersintensiteit op de Latourweg is groot. Kinderen krijgen hierdoor niet de gelegenheid om te fietsen op de weg. Daarom heeft de regering dit project omhelst om de bewustwording van de weggebruikers te vergroten, om soms de auto thuis te laten en de fiets te pakken. Volgens minister Mashanu Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu is beweging essentieel voor de gezondheid en ook voor de jongeren. Daarom is hij persoonlijk aanwezig om het voorbeeld te geven. Normaliter is deze straat een straat die wordt gedomineerd door auto's. Maar zoals u ziet, vandaag, volgens mij voor het eerst in hun leven, ziet u kinderen gewoon op straat fietsen. We moeten meer bewegen in buurten, toch? Want een gezonde buurt is een goede buurt. En er is vaker geuit in verschillende buurten van we moeten meer fietsen, fietsen moeten we stimuleren. En dat kon ik vroeger wel doen, voordat er niet zoveel auto's waren op de straten. Vandaag doe ik het samen met verschillende actoren. Eén belangrijke actor is de Universiteit van Antwerpen. Er zijn masterstudenten hier die onderzoek hebben gedaan in Latour. En hebben gekeken naar de mogelijkheid om fietsen te stimuleren hier in de buurt. Dus met hun doen we dit project. En ook met directoraat cultuur om ook het cultuurbewustzijn een beetje te verhogen. Dus concreet, welke doelen we hier beogen is het leefbaarder maken van de buurt. Jelisa Wilkens heeft tijdens het onderzoek gekeken welke mogelijkheden er zijn om Latour tot een fietsvriendelijke omgeving te maken. Volgens haar zijn er genoeg mogelijkheden die met een beetje inzet grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Daar staan we vandaag op de Latourweg. En dit is hoe de Latourweg er sommige dagen uitziet. Als het geregend heeft, overstroomt het hele grote deel. Als je aan het lopen bent, moet je springen over de plassen. En dit is hoe het ook kan zijn. Als we ruimte bieden voor het water, ruimte bieden voor wandelaars, fijne oversteekplaatsen, zodat het allemaal veilig gebeurt. Wat meer schaduw, want het is warm op de Latourweg. En meer ruimte voor groen. En zo zien we eigenlijk, hebben we met de jongeren samen deze plannen bedacht.